Oh, dat was een leuke plaat. Godzone, Octave, ja. Listener. Wat een lekkere plaat. En er zat een lekkere sound in. Dat was zo, hè? Super lekker voor de vrijdag. Ja, dat wou ik ook zeggen. Dus de vrijdag. Vandaag weer de avondclub. En morgen ook weer tussen 6 en 7. En we doen wel eens af en toe eens een keertje bellen. Zo met deze of geen. Ik ben even het juiste jingeltje aan het zoeken. En die gaan we vinden. Eens even kijken. En daar komt ie. Tijd om even bij te kletsen. Met wie? Over wat? Dat merk je vanzelf. Nadat we het gesprek hebben gehad. De avondclub presenteert. Praat je pot. Met Emma Jones. Hallo. Goedenavond, Emma. Hi. Hoe gaat het met je? Bij jullie aanwezig mag zijn. Superleuk. Ja, dat zal wel jammer zijn. Leuk dat je in ieder geval dat je er bent. Maar live is natuurlijk helemaal te gek, maar dat komt allemaal nog wel een keer. Zeker. Hoe gaat het met jou? Ja, eigenlijk heel goed. Ja. Ik heb een hele drukke dag achter de rug, want vandaag is mijn eerste single uitgekomen. Ja, goed zeg. Vandaag, daar zijn we heel blij mee dat we daar getuigen van mogen zijn. Want je zegt die eerste single, want je hebt natuurlijk nog veel meer platen gemaakt dan deze single. Maar dit is dan voor jou jouw eerste officiële debuutsingle. Ja. Hey, wat goed. En iemand, heb je dan een beetje geoefend dan al die tijd, al die jaren? Ik heb veel tijd gehad om te oefenen, vooral het laatste jaar natuurlijk. Ja, natuurlijk. Met corona. Heel veel tijd gehad om liedjes te schrijven en om een eigen stijl te ontwikkelen. Dus dat is iets moois wat corona heeft gebracht eigenlijk, kun je wel zeggen. Nou, want jij zingt natuurlijk al jaren en mensen die jou kennen jou natuurlijk ook onder Emma Loeven. En ooit heb je meegedaan aan een grote belangrijke tv-show. Kan je er iets over zeggen? Klopt, ja. Hoe lang is dat geleden? Dat is 2013 geweest, als ik het goed zeg. Dat is de Voice of Holland Kids, was dat? Klopt, ja. Ja, dat is echt al een tijdje geleden, ja. Tweede seizoen was dat, in Team Borsato, ja. Ja, dat was best wel een mooie ervaring wat we terug kunnen lezen. Heb je daar nog steeds veel plezier van? Ja, ik had dat echt niet willen missen. Dat was ook zo goed voor mijn ervaring en voor mijn podiumpresentatie. Dat ik heel veel aan overhouden. Ja, en ook heel veel leuke contacten nog trouwens hoor. Dus dat is ook superleuk. Ja, want je komt dan in één keer in een andere wereld terecht volgens mij. Ja, dat is echt wel een hele andere wereld. Dus heel onvoorstelbaar ook hoor, om daar op dat podium te staan. En je schiet eigenlijk een beetje op automatische piloot of zo. Ja. Want op dat moment moet je het gewoon doen. En het was echt een hele mooie ervaring. Ik was natuurlijk wel nog heel jong. Ik was 13, denk ik, toen. Ja. Dus het was echt zo groot en zo cool om een keer mee te maken. Echt super vet. En wat heb je de afgelopen 9 jaar gedaan? Heb je even. ik zit in mijn laatste jaar van het conservatorium, Artes. Ja. En in Arnhem is dat. Daar ben ik eigenlijk. Ja, klopt. Ik heb eerst het VWO afgerond in Kuik. En toen ben ik op Artes gaan studeren aan het conservatorium. En daar mag ik in juni dit jaar gaan afstuderen. En verder ben ik heb ik heel veel geschreven. Mijn eigen theatershow natuurlijk, die ik al 2 keer heb mogen organiseren in de Schouwburg in Kuik. Zo, die dit jaar helaas niet door kan gaan. Ja, dat is jammer. Maar hier en daar hard aan de weg gaan timmeren. En Emma and Friends, is dat jouw theatershow? Ja, klopt. Ja, dus dat is wel jammer dat het niet door kan gaan, want het is wel heel populair. Er zijn veel mensen op afgekomen. Ja, die 2 keren is die uitgekocht geweest en eigenlijk stond die voor morgen op de planning. Och. Maar helaas is alles nu verschoven. Er stonden er 7 dit jaar op de planning en afgelopen jaar. Maar die zijn dus allemaal verschoven naar eind dit jaar en begin 2022. En toen dacht jij van dan gaan we in 2020, als we toch niks mogen doen, ga ik eens een single uitbrengen. Of in ieder geval produceren. Online, online heb je natuurlijk nog steeds een heel groot bereik. Ja. En vandaar dat ik de studio in ben gedoken, ook met mijn band. En zijn we gewoon liedjes gaan opnemen. Oh, je hebt er meerdere opgenomen, dus we kunnen nog meer verwachten dan alleen maar deze single. Het is een debuutsingle. Ja. Eigenlijk nog een beetje geheim, maar We hebben hem gehoord. Dus wat dat betreft, hij is genoteerd. Dat betekent dat we nog een keertje op terugkomen. Jouw videoclip die wordt ook de hele week bij Omroep Land van Kuik gedraaid, heb ik zojuist gehoord. Ja,
Ja, klopt. Superleuk. Ja, echt goed. Heel fijn. Ja, ja. Wat dat betreft, we promoten natuurlijk talent uit de regio. En nou, jij bent niet zomaar talent, want je loopt alweer een tijdje mee. Ik had nog een... Ik zag jou met kleine hondjes. Heb je daar iets met kleine hondjes? Oh, ja. Nou, wij hebben dus een boemerhond zelf. Een kleintje. En daar hebben we een nestje bij gevocht, inderdaad. En daar kwamen 8 puppies uit, maar liefst. Oh, ze waren wel klein, hè? Ik zag het op jouw Instagram. Echt een... Echt geweldig is dat, om die allemaal rond te zien huppelen. Ja. Ja, als je een beetje jou volgt, jij houdt wel van het leven en van de mooie dingen des levens, volgens mij. Ja, zou je wel kunnen zeggen, ja. Dan heb je het zwaar. Dan heb je het nu zwaar. Ja, inderdaad. Maar ik vind het wel heel belangrijk om ook niet alleen het zingen en het muziek te delen. Want het is natuurlijk niet dat ik 24/7 daarmee bezig ben. Natuurlijk wel heel veel, maar er zijn ook nog wel andere dingen in mijn leven die ik ook heel leuk vind natuurlijk. Dus ik vind het heel fijn en leuk om die variatie ook te laten zien natuurlijk. Ja, ik heb ook een beetje door je nummers heen gebladerd. En één nummer vond ik wel heel bijzonder. Why? Oh, ja. Ja. Oké. Okay. En ja, ik heb ook nog een beetje nagekeken verder of een beetje doorgezocht. En hij was speciaal gemaakt voor iemand toen jij die opnam. Ja, voor mijn vader inderdaad. Ja. Ja. Die is destijds toen overleden. En ik vind het altijd heel fijn om van me af te schrijven. En zulke soort gebeurtenissen, dat heeft natuurlijk een enorme lading. En ik kan mezelf dan heel goed kwijt in de muziek. Ik kan mijn gevoel daar dan heel goed in kwijt. En dat doe ik eigenlijk, zo schrijf ik eigenlijk mijn nummers. Ja, als je... Aan de hand van gebeurtenissen of personen. Ja, ik heb elke artiest die laat ook wat van zichzelf zien. En wat je voor jou leest is dat je kwetsbaarheid, zelfacceptatie, dat vind je heel erg belangrijk, zeg maar, van waar iedere jongere vrouw mee worstelt, om dat te uiten in muziek. Ja, klopt. Klopt inderdaad. Ja. En dat is dit nummer, dat is ook eigenlijk een mooi begin, want dit nummer heb ik geschreven in relatie tot mezelf. Jij denkt dat jij me kent, is eigenlijk het duiveltje, de negatieve stem die altijd op mijn schouder zit. Die mij altijd vertelt van, zou je niet nog even wat harder studeren? Of heb je wel genoeg gewerkt of gedaan vandaag? En in dit nummer heb ik dat eigenlijk, die frustraties proberen van me af te schrijven. En in dit nummer neem ik eigenlijk daarvoor goed afscheid van. Wat goed. Ik herken dat iemand heeft oververteld, dat noemen ze het reptiele brein. En die zegt van, ja, doe maar joh, moet kunnen. Die zak chips, eet maar op. Ja, precies. Ja. Het is dat stemmetje, zeg maar. Maar je probeert daar... je zegt dan ook, ja, je denkt dat je mij kent. Dus dat is, daar gaat het eigenlijk over. Ja, precies. Maar, ja, en ik denk dat heel veel jonge mensen zich daarin kunnen vinden. Vooral in de maatschappij van tegenwoordig, waarin zoveel wordt gevraagd. En vooral nu ook met corona, hè, dat we eigenlijk onze vrijheid eigenlijk van ons af wordt genomen. Daarom wil ik met dit liedje eigenlijk iedereen een hart onder de riem steken van, goh, het komt allemaal goed. En blijf op jezelf vertrouwen. Ja. En blijf van jezelf houden. En blijf jezelf durven zijn eigenlijk. Ja, maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. En in die zin, wat goed dat je die positiviteit overbrengt. Ook aan andere jongeren van jouw leeftijd. Het is een mooi nummer. En hij is lekker dansbaar. En ik moet zeggen, ga zo door. Dit is een richting die ik persoonlijk en ik denk ook onze luisteraars super lekker. Heel erg mooi vinden, ja. Zeker weten. Super fijn. Nou, we mogen hem als primeur. Ja, nou, misschien hebben we er nog wel een paar primeur gehad vandaag. Maar in ieder geval vandaag een primeur. In ieder geval bij Omroep Land van Kuik. En we gaan hem draaien. En we gaan hem laten horen. En, kon ik hem zelf maar aan? Ja, dat doen we zo direct even. Want Instagram, Emma Joan Music. En de website emmamusic.nl. En laat even weten wat je ervan vindt. Vindt Emma Joan geweldig. En jij mag hem aankondigen. Dit is Emma Joan met Jij denkt dat jij me kent. Ah, wat gaaf. Zo, even de roffel. En we gaan jou heel veel succes wensen. En tot snel weer. Bedankt. Emma bedankt, hè. Emma bedankt. Succes. Doei, doei. Doei, doei. Weet jij niet?